Welkom in de les drankfunctie. We zien hier weer de lijst van bekende Nederlanders met een geboortedatum en een leeftijd. Die leeftijd wordt bepaald aan de hand van de dag van vandaag. Nou zou ik een soort ranglijst willen maken van de bekende Nederlanders op de hoeveelste plaats zij staan ten aanzien van hun leeftijd. Dus Aad de Mos is 64 jaar. Zou dat de jongste man zijn, dan zou hij op de eerste plek komen. Zou het de oudste zijn, dan zou hij op de 1421ste plaats komen. Nou, dat wil ik dus eigenlijk in deze lijst hebben. Je zou kunnen zeggen, we sorteren het gewoon op de leeftijd, dan zien we het ook. Ja, dan zie je wel wie er bovenaan staat, maar je ziet niet op de hoeveelste plaats het is. De tweede, misschien wil je wel helemaal niet sorteren, want in dit geval staan ze alfabetisch. Misschien wil ik ze wel alfabetisch laten staan. En vind ik het gewoon prettig om een lijstje te hebben. Voordat ik die functie ga beginnen, wil ik eerst even een bereiknaam definiëren. De leeftijden van alle bekende Nederlanders. Nou, dat doe ik even door het eerste vakje te selecteren. Ik druk op Ctrl-Shift, pijltjes naar beneden. Dan heb ik alle leeftijden. En ik noem dit bereik leeftijd. Ik ga weer terug naar mijn vakje en ik begin met het schrijven van de formule. Is rang, haakje openen. Welk getal wil ik bekijken? Nou, de leeftijd wil ik bekijken, punt, komma. Waar moet die naar verwijzen? Dus wat is het bereik waar die het in op moet gaan zoeken? Nou, dat was dus leeftijd. En ik doe even haakjes sluiten. Dan zie ik dus dat Aad de Mos op de 290ste plaats staat. Nou, ik kopieer die formule even naar beneden. En voilà, ik heb een hele lijst. Dus Abraham Moskowitz staat op de 669ste plaats met zijn 51 jaar. Nou, om dat eens even te controleren, gaan we eens eventjes toch even het lijstje sorteren. En dan zien we dat de oudste Nederlander is Johannes Heesters. Die staat op de eerste plaats met zijn 107 jaar. Nou, de tweede staat Johnny Hoes enzovoort. Dan zie je dat er drie mensen op de vijfde plaats staan. Want die zijn alle drie 91 jaar. Ja, dat is dus eigenlijk niet zo eerlijk, want ik had het eigenlijk misschien wel moeten doen ten aanzien van de geboortedatum. Want ze zijn niet op dezelfde dag geboren. Maar ik heb het gedaan op de hand van de leeftijd. Anders zou ik die formule gewoon moeten schrijven, niet op leeftijd, maar op geboortedatum. Laten we dat eens even doen voor de grap. Ik ga eerst dit bereik weer een naam geven. Geboortedatum. Ik verander het woord leeftijd in geboortedatum. Dan moet ik natuurlijk ook het celletje D3 verwijzen naar de geboortedatum. En dan zie ik dat hij inderdaad op de 1421ste plek komt. Dat was de oudste, dat klopt. Maar dat is raar. Ik had op de eerste plek gewild. Nou, dat zit hem in het verhaaltje. Of ik het op- of aflopend wil hebben. En hij staat op aflopend. Als ik hem even op oplopend zet, dan zie ik weer netjes de 1 staan van de eerste plek. Ik kopieer de cel naar beneden. En nu zie ik dat er maar 1-5 staat. Alleen klopt de volgorde niet meer nu. Om dat even kloppend te maken, zal ik even opnieuw moeten sorteren. En nu komt elk getal maar 1 keer voor, tenzij iemand ook exact op dezelfde datum is geboren. Nou, dat zie ik hier zo snel even niet. Deze twee, nummer 63, die zijn allebei op 2 oktober van 1933 geboren. Dus dan heb je weer een gedeelde 63ste plek. Ja, het lijkt misschien een functie waar je niet zoveel aan hebt. Toch is elke keer uit ervaring gebleken dat ik toch weer een dergelijke functie nodig heb. Dus dit kan je doen met de rangfunctie.